Ik zei met Anna Ursum, de speelster van de wedstrijd. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Hoe is dat? Hoe voelt dat? Nou, het voelt echt heel goed, want het is onze eerste overwinning dit seizoen, wat eigenlijk best wel natuurlijk een late overwinning is. Ik denk dat het meer dan verdiend is. We hebben ook onszelf nog niet kunnen belonen dit seizoen. En het is mooi dat we dat vandaag wel doen. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Aanvankelijk was het toch wel vrij lastig even, hè? Ja, we hebben momenten gehad dat het best wel lastig werd. Alleen ik denk dat wij wel de grootste kans hebben gecreëerd. Het was vooral een wedstrijd met heel veel strijd. En gelukkig hebben wij die strijd gewonnen. 4-0 is natuurlijk een mooie overwinning. Twee goals van jou. Ja, ik was zelf ook verbaasd. Ik zat te kijken. Ah, dat is hem. Yes. Maar ik moet ook zeggen, je was ook werkelijk overal op het veld wat te vinden. Van achter naar middenveld naar voren. Was dat ook een beetje opdracht? Ik stond op het middenveld en samen met Sylvie en Louise. En bij ons is het wel dat wij continu proberen te roleren en te zorgen dat we altijd aanspeelbaar zijn. En ja, soms zorgt dat ervoor dat je wat hoger komt staan of soms wat lager. En ik denk dat het best wel goed ging. Dus eigenlijk de verbindende factor was je mee aan. Maar nou kon je mooi de aansluiting vinden tussen de linies. Nou, dankjewel. Ik vond zelf dat ik nog wel wat sneller kon handelen. En dat ik soms balverlies leidde terwijl het niet nodig was. Over het algemeen denk ik wel een goede wedstrijd met z'n allen. Wat kun je over de tegenstander zeggen? Die leverde heel veel strijd. En voetballend kwamen hun er niet heel goed uit. En ik denk dat dat ook te maken had dat wij goed stonden achterin. En op het middenveld en sowieso gewoon als team. Maar ik vond vooral een ploeg die heel veel strijd leverde. En dat is voor ons alleen maar fijn, want dan ga je daarin mee. Ja, dat zag ik ook. Ik zag Kim al zijn werk idioot bikkelen. Jou natuurlijk op het middenveld. Ik zag San ook aan de andere kant. Het was strijd, passie. Er werd ook echt plezier gemaakt bij jullie. Het was gewoon, hè? Ja, vandaag klopte het allemaal. En dat was fijner dat het een keer lukte. Wat lekker kan voetbal zijn, hè? Ja, zeker. Goed, volgende week Heerenveen. Kun je daar iets, een hele andere wedstrijd? Ik denk dat het wel een andere wedstrijd wordt. En dat het meer een voetballende wedstrijd gaat worden. Omdat Heerenveen ook gewoon een goed seizoen draait. Maar we moeten deze lijn wel doortrekken. Nu zit je in. Nu beloon je jezelf en dat gaan we volgende week gewoon weer doen. Ja. Ten slotte, Anne Ursum, je speelt al een tijdje bij Alkmaar. Hoe bevalt het? Ja, zeker. We hebben echt een heel leuk team en het klikt allemaal goed. En ondanks dat je inderdaad nog niet de resultaten haalde die je het liefst wilde halen, blijven we positief en werken we er elke dag keihard voor. En ik vind het heel mooi om dat te zien, dat we dat met z'n allen doen. Hartstikke mooi, dankjewel. Hè.